Welkom bij Studio Maliwa. We hebben weer een heerlijk volle tafel. We hebben een nummer 7 die onsterfelijk werd na een doelpunt tegen Anderlecht. We hebben een nummer 7 die onsterfelijk werd na een doelpunt tegen Lommel. En we hebben een nummer 7 van de Red Boys Elzenstraat. Nee. Goed geprobeerd, Evert. Maar nee. Team, ben je blij dat nummer 7 een opvolger heeft? Ja, absoluut. Ik ben heel blij dat Joff die nummer 7 nu kan dragen dit seizoen. Dat is absoluut een hele mooie opvolger voor mij. Ja, ja, ben je tevreden? Ja, ik was daar ook wel wat gehecht aan die nummer. Dus ik heb 5 jaar bij KV die nummer gedragen. Ook in het verleden in mijn carrière was ook meestal nummer 7. Dus voor mij is dat wel wat speciaal. Dus het is mooi als er dan een kwaliteitsvolle speler die ook gaat dragen naar u. Ja, het was wel opvallend. Bij het promofilmpje van je transfer was het ook Tim die het nummer overhandigde. Hè? Voelde je meteen van, oké. Als die Matthijs mij het nummer 7 geeft, dan ben ik de grote team. Nee. Tuurlijk, je voelde direct die appreciatie van die Matthijs en van de rest daarboven in bestuur. En het doet mij deugd om de eer te krijgen dan om na die nummer te mogen dragen. Wanneer wist jij, KV Mechelen heeft toch Geoffrey Heiremans kunnen tekenen? Dat was heel laat tegen de deadline. Hè. Er werd geschreven dat 22 seconden was. Ik weet niet of dat effectief zo... Dat was een beetje extreem, maar ik denk wel een minuut of 4-5 dan. Ik heb nog een mooie foto genomen van iedereen die rond de tafel stond. Joff met de gsm in zijn hand. Dan Tom Kaliwe, Dennis Gendriks en dan Axel en... Patrick, ja. En dan zag je op de achtergrond 23:55 staan. Dus dan moest er toch nog iets het een en het ander geregeld worden. Jullie waren wel al een tijdje op de club. Hè? Hoe komt dan dat zo lang duurt? Ja, er was iets verkeerd doorgegeven. We hadden het al doorgegeven, maar ze hadden de naam en voornaam anders gezet. Dave Heiremans, of wat was het? Nee, zo stond het in de gazette. Ja, maar, dus op het einde riepen ze mij dan, ja, Joff, kom. En dan was het daarna toch in orde. Ik denk, ja, 4 minuten op het einde. Het was niet dat Antwerpen plots een €500.000 meer vroeg voor jou? Nee, want dan had ik hier niet gezeten. Dat is waar. Maar hoe komt het toch dat zo extreem laat gebeurt? Nou, dat zijn een beetje de spelletjes die tussen de clubs spelen. Hè. Dus er is een vraag, een aanbod. En wij doen een bod en Antwerpen wil waarschijnlijk iets meer. En ja, dan... is het stilte en dan is het meestal wie het eerst zijn telefoon neemt, is verloren. Hè. Zo gaat het er wel een beetje aan toe. Dus dan vinden ze elkaar dan een beetje in het midden en dan kloppen ze daarop af. Zo gaat het er aan toe. Billy, we moeten ook wat reclame maken voor de locatie waar we zitten. We zitten in het Predikherenklooster. Dat is de nieuwe bibliotheek van Mechelen. Ben je onder de indruk? Het is prachtig. Het is de eerste keer dat ik hier kom. Het is ook nog niet zo lang open. Van begin september, denk ik, of eind augustus, hebben ze hier een groot openingsfeest gedaan. En ja, ik denk dat de mensen die dat op Facebook of op YouTube kijken, dat het... dit is maar een deel van het geheel natuurlijk. Hè. Maar, een van de mooiste bibliotheken van Europa wordt nu al gezegd. Ja. Is dat Mechelse trots? Misschien is dat wel tof om als... dat is iets om als Mechelaar trots op te zijn, als dat nu al wordt gezegd. Het is de moeite misschien is om eens te gaan kijken, maar ik ben niet meteen de grote boekenlezer. Geen boekenlezer? Nee, niet meteen. Nee. Ken jij je weg al in Mechelen eigenlijk? Ik ken de weg van mijn thuis naar het stadion. Dat is het belangrijkste. En voor de rest moet ik het nog een beetje gaan ondervinden. Dus maar dat zal wel snel het geval zijn. Om parking te zoeken heb je wel even moeten rondrijden. Ja, voilà. Het is een beetje zoeken. Hè. Bedoel, het is niet dat ik dagelijks in Mechelen kwam. Dus, maar oké, ik ga snel mijn draai wel vinden. In Antwerpen is dat niet veel beter, hè, met de parking toch? Daar is het ook altijd zoeken. Voilà. Dus dat is hier een beetje hetzelfde dan. Hè. En Tim Matthijs, nu dat jij op het voetbalpensioen bent, lees je nu meer boeken? Geen tijd voor. Ik bekijk constant beelden nu. Hè. Het is van morgens vroeg tot 's avonds dat we toch op zoek zijn naar eventuele versterkingen voor KV. Dus er blijft voorlopig weinig tijd. Is het vooral voor de computer dat je daar... Ja, van maandag tot donderdag ben ik meestal wel op de club. En probeer ik zoveel mogelijk te bekijken. Bedankt om je vrijdag dan langs hier te komen. Ja, inderdaad. En dan in het weekend is natuurlijk wedstrijden uitpikken van waar er eventuele interessante opties zijn voor ons. Ja. Want ik wou eigenlijk vragen aan het team, hoeveel kilo ben je bijgekomen? Maar ja, ik zie je nu zitten. Veel zijn het er niet, denk ik. Niet veel, nee. 2,5 denk ik. Dus ça va nog. Hè. Gelukkig dat ik nog... in tweede provinciale nu nog een beetje aan het ballen ben. Zodat ik dat mijn dinsdag en donderdag training heb. Maar ja, de donderdag is dat dan meestal al wat zwaarder. Dan komen die kilo's er weer gemakkelijker bij. Nee, maar het is wel leuk zo. Ja, je blijft wel fit. Ja. De omschakeling van een beroep dat je constant aan het bewegen bent, elke dag die training, die wedstrijden, naar een zittend beroep voor die computer, is dat
makkelijk te doen, die omslag? Ja, het is eigenlijk goed verlopen omdat het heel snel gegaan is ook. Hè. Dus sinds dat ik de beslissing genomen had om effectief te stoppen als prof, dan ben ik de week daarna al aan de slag gegaan op café. Dus ik heb eigenlijk de tijd niet gehad om er veel over na te denken ook. En wordt er meteen in gegooid. Het enige wat ik ondervonden heb, is dat ik wat last had aan mijn rug van zo'n hele dag te zitten. Dat wel. Want ja, dat ben je natuurlijk niet gewoon, nee. Maar dat zou wel snel veranderen. Mis je dat niet, Tim? Zo op het plein staan? Ja, absoluut. Hè. Ik had het wel zo'n beetje moeilijk als de jongens terug begonnen te trainen. Hè. Als je ziet dat je op de 1e mei dan fantastische apotheose had met die bekerwinst. Waar dat je toch intens naartoe geleefd hebt met heel die groep. En die groep begint dan aan het nieuw seizoen en dan maak je er geen deel meer van uit. Dat is natuurlijk wel wat moeilijk, maar ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen dat het ooit toch eens ging stoppen. En dan is het beter om dat op zo'n manier te doen, met een bekerwinst dan yes. Langs een achterpoortje. Je zit nu heel vaak naar beelden te kijken van spelers, bekende spelers, maar waarschijnlijk ook obscure spelers. Was een van die spelers Joffrey? Ja, Joffrey stond eigenlijk al heel lang op ons bord. Hè. Dus we hebben eigenlijk zo'n schaduwelftal waar dat we eventueel nieuwe spelers opzetten. En ja, dat was heel duidelijk dat als er een mogelijkheid was om Joffrey naar KV Mechelen te krijgen, dat we dat niet gingen laten liggen. En dat is nu ook gebleken in deze mercato. Ja. Ja, wist je dat KV Mechelen al zo lang jou aan het volgen was? Ja, we hadden al wel, ik denk direct na het seizoen van het jaar, hadden we al wel wat contact gehad. En ik wist dat de interesse er was en zo, maar het was bij mij natuurlijk de vraag of Antwerp mij ging laten gaan. En tot op de laatste dag was dat eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik heb dan toch zelf persoonlijk met mijn makelaars dan wat druk gaan leggen en gaan zeggen dat ik absoluut weg wil. En dan hebben ze toch een beetje geluisterd en op het einde toch nog in orde gekomen. Wou jij ook specifiek naar KV Mechelen? Want ik vermoed dat er nog wel clubs geïnteresseerd zijn. KV sprak mij het meeste aan, ook omdat het in de buurt was. En ook de supporters. Ik denk als je van Antwerp de andere supporters gewoon bent en je moet dan ergens anders aan deze kant dan blijven, dan denk ik dat KV Mechelen gewoon voor mij de beste optie was. Ja, er is wel een soort gelijkenis, hè, tussen die twee clubs. Goh, passie. Ik denk dat wel. En u amuseren langs de kant. Ik denk dat vooral belangrijk is. Vocale steun ook. Maar, allez, ik weet niet. Ik ben al op de Antwerp gaan kijken. En in de I bijvoorbeeld. Allez, er is nog wel een verschil hoor. Ik denk dat iets familialer eraan toe gaat bij ons. Hoe komt het dat een type Joffrey Heiremans past bij KV Mechelen? Op wat voor parameters ga je dan af? De mentaliteit van die jongen. Hè. Het is ook een winnaar. Ik denk dat hij ook veel plezier heeft in het spelletje. Dat zie je ook altijd. Dat zagen we gisteren eigenlijk in die oefenmatch ook al. Dat hij zich meteen wel goed voelt bij ons. En gewoon puur naar zijn kwaliteiten natuurlijk. Hè. Het is een speler met ongelooflijk veel voetballend vermogen. Die statistieken kan voorleggen, die scoort, die assist geeft. En dat type hebben we eigenlijk in de kern zo nog niet. En daarom was hij gewoon heel interessant voor ons. Ja, Wouter Franke zei, gisteren was het op de persconferentie, zei, ik ben eigenlijk blij dat we Heiremans gehaald hebben en niet nog een flankaanvaller, waar heel lang sprake van was. Hoe kijk je daarnaar? Voel je dat vertrouwen ook van de coach? Zeker. Hij zelf was mij ook persoonlijk aan het sturen en we hadden persoonlijk ook veel contact. En ik voelde dat vertrouwen enorm en daarom ook mijn wil om naar hier te komen. En ik hoop dat ik zijn geloof in mij kan inlossen. Ja, sturen jullie dan vanuit de scoutingcel ook de coach aan van kan je hem niet over dat randje duwen om toch voor ons te kiezen? Ja, absoluut. Zeker en vast. Hè. We wisten dat Wouter daar ook wel wat mee bezig was. En dan schakelen we natuurlijk ook een beetje zijn vrienden in. Alexander Corijn, waar hij goed mee overeenkomt. Je bent bespeeld, Joffrey. Ja, nu... Dat is allemaal nu samen, komt de puzzel van boven. Vandaar Corijn, jaren niet gehoord, niet meer. Is dat... Ja, ik wou al gaan naar die vriendschap, stond wat later op mijn planning, maar die vriendschap met Alexander Corijn, hoe zit dat juist? Is dat... Jawel. We hebben eigenlijk nooit dat contact verloren. En Corijn is een topgast en heel goed mee geamuseerd op Antwerpen. En dat hielp ook wel. Ik bedoel, ik kwam hier dan aan met hem, met Swinkels, waar ik al mee heb gespeeld. En zo. Dus, ah ja, bij Liersen nog. Ja, bij Liersen ook. Dus ik kende hier ook wel wat spelers en dat ging het voor mij ook veel gemakkelijker maken. En dat heeft zich de laatste dagen wel bewezen. Ja, het valt ook wel op in onze transferzomer. We halen eigenlijk wel allemaal bekende spelers. Allemaal Nederlandstalig, Bateau een ex-speler.
Daar zit wel een soort visie achter. Ja, dat is de filosofie van de club. Hè. Dat is vorige podcast heeft Yannick dat ook al, Yannick Toele dat ook al aangehaald. Dat we toch vanuit een soort van Vlaamse omkadering en dat we dan eventueel versterkingen met buitenlandse roots of zo. Maar het is altijd goed dat je mensen binnenhaalt die dat huis kennen en die dat zich vereenzelvigen met de filosofie. Jij zat vorig jaar nog in die kleedkamer. Hoe belangrijk is het dat iemand meteen dezelfde taal spreekt, de competitie kent, weet wat er bij KV Mechelen verwacht wordt? Ja, dat is heel belangrijk. Hè. Dat is heel cruciaal. En ik was eigenlijk ook heel blij dat naast mij op de bureau zit Vivan Hoof. En die was ongelooflijk blij met de transfers die we gedaan hadden. Die zei, eigenlijk, wij zijn een club, KV Mechelen, die zich moet wapenen met Belgen, met jongens van hier. En daarna moeten we kwaliteitsvolle buitenlandse spelers gaan halen. Dus hij was enorm opgezet met het werk dat iedereen geleverd had. En dat was wel een geruststelling. En dat is ook zo. KV Mechelen is zo'n ploeg. Als je veel Belgische jongens in de kleedkamer hebt, die ook het DNA van de club zo wat kunnen overzetten naar die andere jongens. Ja, dan komt het tot een goede mix. En ik denk dat vorig jaar heel duidelijk geworden is. Ja. Is Vie nog veel op de club? Want als supporter zie je hem niet zo vaak. Ja, nee, maar hij komt dagelijks nog naar de club. Dus dan geven wij hem enkele spelers door die hij dan ook nog eens bekijkt. Volledige wedstrijden dan. En geeft hij dan ook nog zijn mening erover. En ja, Vie is nog altijd heel waardevol voor ons. En plezant om hem erbij te hebben, absoluut. Ja, ik wil eigenlijk wel eens een dagje meelopen met die scoutingcel. Dat zou inderdaad heel graag zijn. Heel interessant. Zo is een plaatsje vrij, Tim. Ja, er is zeker nog plaats op de bureau. Je weet, we zijn vorig jaar kampioen geworden in 1B. We hebben een heel goede start gemaakt in 1A. Dus de ploeg draait eigenlijk heel goed. Hè. Hoe ga je zelf daarin passen? Nou, dat is heel interessant. Hè. Het is beter om in een ploeg te komen dat heel goed draait. Dan zeg maar al tegen degradatie te moeten gaan voetballen. Dus het is voor mij heel interessant om te gaan kijken hoe dat ze het nu gaan doen. En ik doe gewoon mijn best en we zien wel, welke keuze de coach gaat maken. Ben jij een ouderwetse nummer 10? Ouderwets klinkt wat negatief, maar je weet wat ik bedoel. Zo iemand die het spel verdeelt, de bal opeist en van daaruit met paasjes de rest probeert beter te maken. Ik denk dat wel. Ik ben een type speler dat eigenlijk iedereen wil gaan helpen. En ook al zou ik mijn eigen een beetje in de penarie zitten mee op dat moment die bal te vragen, toch ga ik dat doen. En ik ben dat type voetballer dat gewoon wil voetballen en wil laten voetballen. En dat is voor mij heel belangrijk. Ja, ik had de carrières van de twee heren opgezocht. Jullie hebben alle twee wel wat moeten overwinnen, wat moeten bewijzen om uiteindelijk echt profvoetballer te kunnen zijn. Hè? Jij bent op late leeftijd pas bij A-Gent terechtgekomen. Jij hebt in derde klasse nog gespeeld. Ja, heeft jullie dat gesterkt? Bij mij was het allemaal heel goed begonnen op 17-jarige leeftijd. Met mijn debuut dan al bij Antwerp. Vertrokken naar Nederland en sindsdien is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. En dan heb ik wel een moment heel hard moeten knokken om er terug in te staan. En des te meer die wil en die honger om het te bewijzen in eerste klas, omdat je weet van je eigen dat je van heel ver komt. Was het op een gegeven moment zo van, profvoetballer wordt misschien moeilijk, misschien moet ik die droom laten gaan, eerste klasse? Zeker, want na mijn contract in Lierse dan en al die uitleenbeurten had ik zelfs mijn eerste semi-prof contract getekend in Disselsport. En met alle geluk ben ik daar maar 3 weken geweest en dan terug naar Antwerpen gegaan door Patrick de Kuyper dan. En dat was een beetje mijn tweede kans en dat moment moest ik echt wel pakken en dat heb ik dan ook wel gedaan, denk ik. Ja, jij hebt het ook gehad. We hebben nog een paar spelers in die kern. Je hebt een Storm die een stap terug heeft gezet. Je hebt Joachim van Damme die schorsing heeft gehad. Ja, het sterkt misschien wel ook die spelers. Misschien zijn we net daarom zo goed aan het spelen nu. Ja, absoluut. Het zijn veel jongens die al wat meegemaakt hebben in de carrière ook. Hè. Dus het is toch belangrijk en het toont ook de vechtlust van de spelers. Hè. Als je toch al iets meegemaakt hebt en als je dat kan omzetten naar iets positiefs, dan sterkt u dat echt een keer dat je er terug bent. Dus nu, gelijk met Storm, die is ongelooflijk goed aan het spelen. Terwijl dat hij vroeger dan ook zei, die is te weinig voor Club Brugge. Dat moet je toch mentaal allemaal overwinnen. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En daar plukt u nu echt wel de vruchten van. Ah, ik kijk er wel naar uit, naar dat Joffrey nog iets extra kan toevoegen aan het spel dat we nu al hebben. Extra concurrentie en extra goede spelers, dat kan onze ploeg alleen maar ten goede komen. Dus, we hebben wel geen makkelijke kalender hè, na de interlandbreak, dus we gaan er wel meteen moeten staan, denk ik. Ja. Hoe voelt
ze noemden het stad-stad en ze noemen ons aan parking. Voelt dat niet aan als een degradatie? Ik had een quote gezien van iemand dat die zei van eindelijk de weg naar de parking gevonden. Maar nee, ja, schat, voetbal is voetbal en ik probeer mij hier te amuseren, resultaten te halen. En waar dat dan ook is, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Bij de supporters bij Antwerpen, dat heb ik wel gelezen, want ik mag zo af en toe mee de Facebook beheren en ik krijg daar zo de berichtjes. We hebben wel een paar berichtjes van Antwerp supporters gehad die dat het echt oprecht jammer vinden dat je weg bent. Van de Zof moet afblijven, de Zof is een van ons, dus daar vinden ze het echt wel jammer. Heb je daar veel berichtjes van gekregen of zo? Van de heel veel. Merendeels van de supporters hadden natuurlijk graag dat ik daar gewoon ging blijven. Maar iedereen snapt het ook een beetje. Iedereen kende ook echt mijn situatie. En de meeste supporters snappen mijn keuze zeker. Er zijn natuurlijk altijd een aantal die dat niet zo doen. Maar ik denk dat ik wel de volledige steun nog altijd heb van de andere supporters. Ja, Jofke Deurne Noord, dus wij moeten op zoek naar een bijnaam. Hè? Ja, Jofke Mechelen-Noord, dat is zo wat meer, dat is meer Racing Mechelen. Wordt gelinkt met Racing Mechelen, ja. Dus dat is moeilijk. Jofke Malinois? Jofke Malinois, Jofke ADK misschien, achter de kazerne, ik weet niet. Er zijn nog wel opties. Je hebt nog even tijd. Nee, maar het is wel een teken dat je iets hebt neergezet als je zo'n publiekslieveling bent. Je kan dat niet worden als je niet goed gespeeld hebt, hè. Nee, voilà. En ook al van mijn 17 eigenlijk al, hè, een debuut gemaakt, sindsdien al, weg geweest, teruggekomen. En dan natuurlijk die befaamde penalty. Dat heeft mij ook heel goed gedaan. Mij niet alleen, natuurlijk de club ook. Want als je ziet waar ze nu zijn, mede dankzij dat. Dus, ja, zonder dat moment deed Antwerp nu niet mee voor play-off 1. Voilà, dan... daarom, ik ben blij, ze appreciëren mij. En er zijn heel weinig mensen die het mij niet gunnen, zeg maar. Ja, de Mechelse supporters zullen hem ook wel appreciëren. Dus wie zeker. Weer. 18 oktober. Weet je wat er dan gepland staat? 18 oktober. Thuismatch tegen Antwerpen? Correct. KV Mechelen-Antwerpen. Kijk je daar nu al toch een stiekem een beetje naar uit? Ja, jawel. Ja, ik bedoel, dat zijn speciale momenten natuurlijk. Hè. Of dat echt hoofdfocus is tegen dat... Het is nog even. Ik ben ook 21 oktober jarig. Dus ik zou dan misschien iets dubbel kunnen vieren. Hè. Laat ons hopen. Tim, ik wou ook nog eens gaan naar je voetbalpensioen. Ja, het blijft toch een belangrijk item nu. Je hebt zo lang in eerste klasse gespeeld. Als je nu het stadion binnenkomt, loop je dan toch niet verkeerd en toch richting kleedkamer? Een soort van gewoonte? Ja, nee, dat niet. Nee, ik probeer mij ook zo'n beetje alleen ervan af te scheiden. Want ja, het is nu gedaan en je moet de navelstreng doorknippen. Hè. Dus, Er zijn wel spelers die dat niet kunnen loslaten, denk ik dan. Ja, misschien dat dat bij mij ook nog zal komen. Hè. Maar ik zeg, het is voor mij heel gemakkelijk gegaan dat ik zo snel in mijn nieuwe job begonnen ben. Dat ik er de tijd niet voor had. Dus dat kan misschien zijn dat ik na x aantal maanden nu wel zo nog een keer een tik krijg van wow, wat is toch jammer dit en dat. Maar ik zeg het, iedereen heeft zijn tijd en het was mijn tijd nu. Je kunt natuurlijk op je 35 niet nog 3-4 jaar in eerste klasse spelen. Dus als keeper misschien wel nog, maar op mijn positie was dat onmogelijk. De supporters missen het wel. Zo. Dus ik weet niet, je kunt er misschien een paar uitnodigen in tweede provinciaal? Ja, in tweede provinciaal. Je kunt altijd wat reclame maken voor je matchjes of zo. Ja, als je graag waar speel je? Bij SK Munchsvorm. Dus dat is op 10 minuutjes van mijn deur. Dat is niet al die bij de deur voor de Mechelaars. Nee, zeker niet. Kun je eens een bus inleggen, Evert? Is dat de Vlaamse Ardennen? Ja, klopt. Ja, absoluut. Klinkt wel goed. Waarom niet? We gaan eens gaan kijken. Ja, ik las wel deze week, de functie van T2 komt vrij. Fred van der Biest is weg. Denk je dan niet, ja, misschien moet ik toch dichter bij dat gras, terug naar dat veld? Nu zien we wat je zegt. Ja. Ik denk dat daar al over gesproken is. Dat is weer lang. Het is natuurlijk wel leuk en ik wil ook geen deuren gesloten houden. Hè. Dus ik wil mij op alle vlakken een beetje ontdekken ook. Voor mij is dit nu nieuw. Ik voel mij er wel goed in, maar ik wil de deur naar het trainerschap zeker en vast niet gesloten laten houden. En als die kans misschien komt, zal ik er zeker en vast wel over nadenken. Maar voorlopig is het niet aan de orde. Hè. Hoeveel wedstrijden per week bekijk je nu als scout? Het zijn meer individuele beelden van spelers nu. Het zijn weinig volledige wedstrijden die ik kijk. Dat is eigenlijk meer Fie zijn werk dan. Fie gaat die wedstrijden volledig gaan bekijken.
Maar wij gaan er nu proberen de interessante profielen uit te halen. Van wat hebben we bij KVL? Wat hebben we nodig? Wat vinden de supporters leuk qua profiel? Want dat wordt, daar kijk ik eigenlijk ook wel naar. Overlaatst was er een speler die wat minder technisch was, maar die zo op de rechtsbuiten toch zo een stormerke was. Zeg een naam, Tim, dat is altijd tof. Kom op. Nee, ik ga dat niet doen. Maar ik zei dan ook van, ja, stel je voor dat die hierin valt en die gaat er langs de spionkop even een actie maken. Ja, daar word je wild van. Mm-hmm. Je zei het ook in het interview, voetbalmagazine of in de krant, dat je inderdaad bij je profielen rekening houdt met mentaliteit. Past het bij het publiek van Mechelen? Liever iemand die meer inzet heeft en iets minder techniek dan omgekeerd. Ja, dat is waar. En je moet er ook realistisch in zijn. Hè. KV Mechelen kan ook geen 100% afgewerkt product halen, want die zijn gewoon veel te duur. Dus dan moet je kijken van, ja, welke mankementen kunnen we ons veroorloven bij onze ploeg. En daar dan op gaan inspelen. Dus zo moet je toch wel een beetje inventief zijn. Ja, dat vak van scout is wel gecompliceerder geworden dan vroeger, lijkt mij. Je hebt al die data die naar je hoofd wordt gesmeten. Je hebt die computerprogramma's. Ben je daar al helemaal in mee? Ja, maar ik probeer dat toch wel een beetje van mij af te zetten. Oké, ik ben niet zo de man van de cijfertjes. Ik kijk wel naar de statistieken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar of ze nu 15 minuten in die positie lopen en 5 minuten in die positie, ja, dat is gewoon het aanvoelen. Joff zal dat ook wel weten. Hij loopt ook niet altijd in een positie waar dat de trainer zegt, je moet daar. Sommige jongens hebben vrijheid nodig. En ze moeten gewoon efficiënt zijn. Dat is gewoon het belangrijkste. Ja, kijk jij naar je eigen beelden? Nooit eigenlijk. Nooit? Ja, ik kijk Sport Late Night in een weekend en zo, maar zelden dat ik mijn eigen match of zo of iets ga opzetten om dat nog eens terug te zien. Doe je dat bewust? Of? Ja, nee, je hebt die match gespeeld. Ik bedoel, je waart daar, dus ik zou niet weten waarom je die nog eens moet zien. Ja, je hebt een videoanalist in dienst die allerlei beelden selecteren, klaarzetten om toch maar elke speler in een klein, minuscuul iets beter te maken. Je hebt ook heel veel stilstaande fases, vermoed ik, die op beelden getoond worden. Ja. Ja, de coach, of ik denk dat dat hier misschien wel van toepassing is, na een wedstrijd of zo, dat er beelden worden bekeken. Dus voilà, dan... Je hebt dit bij ons natuurlijk nog niet meegemaakt, dat er na een wedstrijd een videoanalyse volgt. Nee, voilà. Tenzij dat die wedstrijd van Dudelange al geanalyseerd is, die oefenwedstrijd. Ja, die is ook gefilmd geweest, hè. Dus er was zeker iemand ook van de videoanalisten die daarboven zat. Dus Wouter had dat sowieso nog gaan bekijken en kleine zaken daar toch nog gaan uithalen om sommige spelers beter te maken. Maar ik vind dat dan ook voldoende is. Er wordt echt veel tijd in gestoken door die mensen. Dat kan ik mij wel voorstellen dat je als speler iets hebt van als je dan een keer thuis bent, dan ga je niet nog een keer de wedstrijd gaan opzetten. Als speler op het veld moet je ook vrij zijn in je hoofd als je aan een wedstrijd begint. Je moet ook niet te veel informatie op hebben. Ja. Neem je nu wel je werk mee naar huis, bij een voetballer na training? Hup. Ik kan dat afzetten, ik ga naar huis, maar nu als scout. Ja, nee, inderdaad. De laptop gaat altijd mee naar huis. En de WhatsApp-groep van de screening die staat ook altijd in actie, zal ik maar zeggen. Dus Tom stuurt dan een keer een berichtje. Dat is ook nog iets om... Ja. Moest je daar zo stiekem in kunnen zitten? Dat zou ik nog wel... Dan zie je toch wel veel bagger dat er wordt gestuurd ook, echt waar. Dan is echt van oké, dan weet je dan als die makelaar nog een keer een speler stuurt dat het weinig kwaliteit is. En van sommige makelaars weet je dat het wel iets zal zijn. Dus dat maakt het wel interessant ook. Heb je je al wat bijgestudeerd over de geschiedenis van onze club? Want we hebben wel al wat meegemaakt in die 115 jaar. Niet echt. Nog niet. Je weet toch wie het winnende doelpunt maakte tegen Ajax in de finale van de beker der bekerwinnaars? Ja. Is het Matthijs? Nee, Ajax. Maar die mag helpen. Dat is al even geleden. Ja, dat Piet en Boer. Voilà. Nee, dus we kunnen misschien een studiereis naar onze archiefdienst invoeren, hè, voor alle nieuwe spelers. Want ik denk dat er in het stadion nu al genoeg hangt ook. Hè. Ja, de helden, Lijk Leijsters, is ook nog altijd aanwezig in de spionkoop. En als we dan ook de voorstelling, als Joff getekend had, zijn we de skybox binnen gaan. Daar hangen er nog posters van Cagliari, van in der tijd. Dus onbewust worden daar toch mee ingezogen in de historie van de club. Het is toch maar om even te zeggen dat we toch geen kleine club zijn, hè, Joffrey. We zijn misschien niet zo groot als Antwerp, maar we zijn ook niet zo klein. Hè. Nee, maar dat wist ik wel. En weet je nog hoeveel de uitslag van de laatste KV Mechelen Antwerp is? De beker, hè? Vorig jaar 3-1. Ja. Ja, jij stond op het veld. En jij stond ook op het veld. Ja. Herinner je daar nog iets van? Ja, ik nog wel. Want
Dat was ook een beetje in de periode dat we in de flow net zaten van die winning streak. Ja. En dan loten we Antwerpen thuis. Dan was iedereen wel gemotiveerd en dat was ook de eerste wedstrijd dat wij zoiets hadden. Oké, nu beginnen we eens niet als favoriet aan de wedstrijd, want de tweede klasse, ja, iedere wedstrijd moest gewonnen worden door ons. En dat was zo'n beetje een verlossing, zal ik maar zeggen. En iedereen ging er vol tegenaan en ja, dat was een hele mooie wedstrijd voor ons. Was ook niet zo wat de revanche na de degradatie, want dat is de eerste keer dat je terug tegen een eerste klasse speelt? Ja, zo was dat toch niet ervaren, nee. Dat, zeker en vast niet. Wij wilden gewoon tonen dat we gewoon een kwaliteitsvolle groep hadden die zeker en vast een plaats had in 1A en dat was goed gelukt. Ja. Je hebt toen kennis kunnen maken met ons nieuwe stadion, hè? Ja, inderdaad. Het was voor ons niet al de beste, geen beste match. Puur op karakter en mentaliteit kwamen we op alle gronden. We wisten niet waaraan en waaraf. Zij waren echt sterk. Wij hadden ook wel een beetje geroteerd en zo. Veel spelers die nog eigenlijk praktisch niet gespeeld hadden. Mm-hmm. En dat was misschien ook wel ons probleem geweest. We hadden het een klein beetje onderschat. Heb je wel al kunnen genieten de afgelopen seizoen van de speler, Team Matthijs? Heb je daar iets van meegenomen? Genieten is niet veel gezegd, denk ik. Af en toe waren er toch wel hoogtepunten, hè? Ja, jawel. Hij is hier niet voor niks, een beetje een held natuurlijk in Mechelen. Hij speelde bijna alles en het was een goede speler natuurlijk. Totaal ander type dan Joff natuurlijk. Ja, voilà, het is een heel andere plaats dan mij. Pure flankspeler, maar natuurlijk heb ik daarvan genoten. Er werd lang gezegd dat we op zoek gingen naar een rechtsbuiten, hè? Maar hij is... Nee. Maar hij is niet gekomen omdat Joff gekomen is. Voilà. Maar je hebt bij Antwerpen ook een paar keer op rechtsbuiten gestaan, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Een beetje zoals Kaya, die op het moment hier naar binnen komt. Ja. En waar in de bal moet gaan spelen. Dus dat is een heel ander type rechtsbuiten dan iemand die echt die actie opzoekt. Ja. Maar het zou eventueel kunnen, ja. Polyvalentie, hè? Dat kan nooit geen kwaad, hè? We hebben zo nog een paar spelers. Corijn is daar een zeer goed voorbeeld van. Hè. Die heeft al overal gespeeld, speelt overal zijn wedstrijd. Dat is wel belangrijk. Tim, zit je nog veel op de fiets? Het is verminderd. Verminderd? Ja, echt waar, want het is gewoon druk geworden nu. Dus ik ben, ochtends vertrek ik al 5:45 bij mij thuis. Als je van Munkswallen moet komen... Ja, voilà, ik heb het wel al een keer gedaan. Dus met de fiets van thuis naar de club en dan terug. Maar het is toch 120 kilometer en het was toch ver. De laatste 20 kilometer zat ik er helemaal door. Dus dat dacht ik van, dat gaan we niet veel meer doen. Het is niet dat je een carrière als wielertoerist ambieert nu. Want dat dacht ik wel. Hij stopt met voetbal, hij gaat nu meer fietsen. Ja, dat is ook de bedoeling. Maar nu dat ik zelf nog een tweede provinciale speel, is dat wat moeilijker. Maar van het moment dat ik echt helemaal stop met voetballen, dan ga ik dat zeker vast doen. Dan sluit ik mee aan bij de amateurs de zondagochtend en dan ben ik vertrokken. Zo'n peloton met van die 60-jarigen die dan vlotjes uit het wiel rijden. Ja, nee, dat toch niet, want ik ging af en toe al een keer mee met het Schelde-peloton. Dat is bij ons heel beroemd. Ja, ja. En daar rijden er af en toe wel wat profs mee. Ja. En dat gaat er wel hard aan toe. Dus ik wil toch nog altijd een bepaald niveau aan. Niet ik wil dat er publiek is voor de Team Matthijs Wielerclub hier in het Mechelse. Dus. Ja, sowieso. Het is ook wel iets dat heel veel ex-voetballers aan het doen zijn. Hè? Ja, het is gewoon weinig belastend voor de gewrichten. Hè. Ik heb ook een kraakbeenletsel aan mijn knie. En als je dan een keer een uur gaat lopen of je gaat 3 uur gaan fietsen, dat verschil is natuurlijk enorm. En zo zie je natuurlijk ook nog iets van onze mooie omgeving waar ik woon. Ja, ik fiets zelf op zondagochtend en dan kijk ik op Strava naar wat Geert de Vlieger allemaal online zet. En dat is wel deprimerend, want die man die rijdt elk weekend 200 kilometer. Dat is echt niet normaal. Ja. Ik ga zondag gewoon naar Vierde Provinciale en naar mijn ploegje kijken. En dat is al zwaar genoeg. Leuker. Eigenlijk moeten we zoiets een wedstrijdje doen, hè, met ex-voetballers op de fiets. Ja, ik denk dat het wel een goed niveau zou zijn, want het zijn er enorm veel. Hè. Hert Vrij rijdt ook heel vaak. Frankie van der Elst ook. Ook al Bram Lambert, presentator van PlaySports ook. Dus zo'n mooi pelotonnetje. Ga je nu, je werkt ook als analist voor televisie, ga je nu Joffrey moeten analyseren? Nee, dat heb ik dus even on hold gezet, want het is gewoon deontologisch niet te doen dat je hoofdscout bent bij een 1A-club en dat je dan wedstrijden zou het gaan doen van andere ploegen. Dus dat gaat gewoon niet. Dus dat heb ik even op stop gezet. Champions League kan wel nog, maar eerste klasse. Waarom Champions League niet? Dat is nog verre toekomstmuziek voor onze club. We hebben ook een prachtig gesigneerd truitje. Ik denk dat het allereerste truitje van Mechelen is waar Heiremans op staat. Klopt.
Jij hebt dat getekend voor ons. We gaan dat weggeven met een quizvraag waar iedereen aan kan deelnemen. We gaan aan Joffrey een vraag stellen en je kan dan in de comments een antwoord geven dat er het kortst bij aanleunt, die wint het shirt. En de vraag is, Billy? Hoe hoog is de Sint-Tromboudstoren? Dus de kathedraal hier in Mechelse. Okay. We gaan dat er dus uitbiepen. En de mensen moeten gokken wat jij nu gaat doen. Het is een pure gok. Ik heb je al een beetje ondervraagd, maar ja, ik schat zo'n 70 meter. Nou, geen slechte gok. Ik denk dat heel veel mensen dat wel kunnen raden. Ik mag niet meer zeggen nu. Nee. Het wordt weggebiept, dus jullie kunnen nu in de comments antwoorden. Tim, weet jij het eigenlijk? Ik weet het niet exact, maar ik had ook daar rond iets meer nog gehokt. Ben je er al eens op geweest? Nee. Blijkbaar is het enkel met de trap dat je naar boven kan. Ja, klopt. Dus nog geen lift. Oppassen met de gewrichten. Ja, voilà, inderdaad. Misschien is dat een keer een goede training voor de jongens in de week. Met de fiets gaat dat niet, hè? Nee. Glenn is de physical coach. Ik denk dat hij dat wel ziet zitten. Trappen op, trappen af. Dat zal hij wel tof vinden, die. Ja. Maak hem niet zot, want de jongens gaan afzien anders. Ik zag ook, je bent in een week gekomen waarin er meteen heel wat te doen was. Hè. Er was de kidsclub. Ben je mee gaan paintballen al? Nee. Dat was je net te laat voor? Ik hoopte al bij een diner daar te zijn eigenlijk. Maar dat was nog niet het geval. Maar de kidsclub heb je wel gedaan? Kidsclub heb ik meegedaan, ja. En, was dat leuk? Dat is wel heel Mechels. Het is tof om die kindjes zo gelukkig te zien en daar tussen te lopen. En dat heb ik dan ook al gehad. Het was wel raar om te zien, want als dat dan op Antwerp gebeurt, dan hangen ze een beetje allemaal rond mij. En nu was dat niet het geval. Dus dat is toch een apart gevoel. Ja, ze dachten waarschijnlijk dat je een jeugdspeler uit de reserve was die eens mocht meetrainen. Die kans is groot. Ja, we kennen je nog niet. Hè. Wij kijken ook alleen maar naar wedstrijden van KV Mechelen. Hè. De rest van de competitie, daar kijken wij niet naar. Hè. Snap ik. Nee, wat zijn je doelen nog? Wat zou je graag bereiken? Want je hebt bij Antwerpen wel een zekere play-off 1 plaats geruild voor nu bij KV Mechelen. Laat ons hopen, misschien iets te ver gezocht, maar ook om play-off 1 te ambiëren, zeker in de toekomst. En ik denk dat ze op de manier blijven spelen zoals ze nu bezig zijn, dat we er kort bij gaan zijn. Je hebt ook voor enkele jaren getekend, hè, dus je ziet dit wel als een stap voor langere termijn. Jawel. Ik ben ook niet iemand die graag om het half jaar of om het jaar wil veranderen. En op Antwerpen was ook mijn vijfde seizoen geweest. Dus ik hoop hier zeker mijn contract uit te doen. Ja. Heeft een hoofdscout nu even vakantie eigenlijk? Ik ben ervoor eventjes op vakantie gegaan. Dus met het werk van mijn vrouw. Ze stond in het onderwijs, ze is er nu mee gestopt. Maar was dat nooit mogelijk om in de zomer samen op vakantie te gaan. Dus dat was echt drama. Dus nu dat ik gestopt ben, heb ik er wel van geprofiteerd om 10 dagen naar Gran Canaria te gaan. Dus dat was wel echt een keer leuk met dochtertje erbij. Ja. Ja, als je zo jarenlang inderdaad de voorbereiding moet doen in de zomer, dan kan je nooit. Ja, nee, inderdaad. Gelukkig inderdaad dat ik dan graag fiets en dat was aan mijn vakantie zo gezegd. En dan met de jongens een keer een pintje gaan drinken, of meerdere. Dus dat was jarenlang mijn vakantie, maar dat mis je toch om een keer even ertussenuit te gaan en het vliegtuig een keer op te gaan. Dus. Maar je vrouw heeft een kledingwinkel, hè? Ja, we zijn sinds anderhalf jaar geleden daarmee begonnen. Enkel webshop eerst, maar eigenlijk nu gaan we ook een fysieke winkel gaan doen, omdat het eigenlijk heel goed meegevallen is. Wel een grote stap. Ja, inderdaad. En je ziet dat mijn vrouw zich daar echt heel goed in voelt. En dan mag ik altijd meer die collecties gaan kiezen. Dat is natuurlijk wat anders. Niet gemakkelijk. Ja, vind je dat mooi? Ja, je vindt alles mooi. Hè? Maar je moet natuurlijk betaalbaar blijven ook. Maar het is wel een mooie en leuke stap voor haar. Ligt Storm al in de winkel? Het kledingmerk? Ja, Storm is voor de mannen. Wij doen enkel dameskleding. Ah, okay, ja, ik heb dus het tactisch goed bekeken. Je kan niet zeggen, het is nog niet mooi genoeg, Nicolas. Ja. Nee. Ja, anders zou het zeker en vast wel iets mogen leggen bij ons. Maar goed, je ziet dat ook een jongen is die een ondernemer is. Hè, en hij probeert het een en het ander al uit. Dus wist je dat al? Dat Nicolas. Ik heb er al eens iets van gezien, maar is hij dat nog altijd aan het doen? Ja? Ja. En moet je nog eens een trui of een t-shirt geven, hè, dat je wat promo kan maken? Hij is gierig, hij heeft nog niks gegeven. Geeft hij niks weg? Heeft niks gegeven. Dan gaan we hem toch eens moeten uitnodigen. Ja, als hij zo wat visibiliteit nodig heeft, dan kan hij altijd... Wij kunnen een sponsor gebruiken. Of een product placement. Of een samenwerking met KV Mechelen. Ja, dat zou heel leuk zijn. Waarom? Ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie komst op jullie vrije tijd. Het is nu een vrij weekend, denk ik.
geniet ervan. Alleen voor de speler. Ja, dus wel, ja, ja. Jij kan Inderland gaan bekijken? Nee, want die zijn te duur. Wedstrijd op de planning? Ik heb zondag wedstrijd tegen de ploeg waar ik 15 jaar gespeeld heb in de jeugd, tegen Zottingham. En het is meteen een topper ook. Dus we zijn titelkandidaten, wij. Dus, allen daarheen. Yes. Munkswalm tegen Zottingham. Yes, de bus vertrekt zondagochtend om 10 uur aan het Rode Kruisplein. 10 euro per Wacht plaats. Op. Maar ja, ik kom, dat is goed. Komt de teammanager Michael Vijverman ook met de lijst? Dat is goed. We zullen het hem vragen. Die zullen wel organiseren. Een Vlaamsere zondag kan je wel bijna niet wensen. Hè? Dat Munkswalm tegen Zottingham. En het is ook nog eetfestijn, dus zaterdag. Morgen moet ik eerst nog gaan tombola gaan doen. Echt waar, sommige jongens moeten gaan afwassen, sommige jongens moeten in garçon spelen. Dus ja, dat is het provinciaal voetbal. Je ziet, een ex-profvoetballer die moet nog wat doen om rond te komen. Hè? Ik hoop nog even te shotten. Billy, ik ga jou ook bedanken voor je komst. Graag gedaan. Jij bent volop aan het revalideren. Ja. Van een blessure, komt dat in orde? Dat komt helemaal goed, maar als ik nog mag komen, dan ben ik hier heel graag. Dan zijn we volgende maand waarschijnlijk opnieuw. Hè? Yes. Met een hele leuke studio, Malinois. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende dag.